Kijk jongens, hier hebben we bijvoorbeeld een mooi visitor center. We hebben weer een beer gevonden. Oké, ondanks dat ik me niet heel goed voel en jij ook niet. Ik hartstikke goed. Ja, we gaan toch even vloggen. Ja. Wat is de situatie? Nou ja, we hebben natuurlijk jou pas weer gevonden, maar nu is het volgende probleem. Die is half dood, denk ik, of zo. Zijn telefoon doet niks meer. We hebben resets geprobeerd, we hebben alles geprobeerd. Je hoort hem wel trillen of zo, als je dit doet. Maar verder niks. Nee. En even voor de records, hij is niet gevallen, niet in het water geweest of iets. Opeens klaar. Nou, kijk, het is ook niet zo dat we gisteravond uit zijn geweest samen en dat we veel gedronken hebben. En dat we misschien iets vergeten zijn wat er is gebeurd. Geen idee, niet zover ik weet. We hebben gisteravond iets te veel gedronken. En we moeten vandaag 4 uur rijden. Maar we zijn redelijk uitgerust. Nee. Wat een hel. We hebben wel een prachtig uitzicht. En wie weet zien we vandaag ook weer een beer. Dus leek daar, wij waren erbij. We zouden vandaag gaan kajakken. Dat hadden we gezegd. Dat gaan we niet doen. Dat zou een uur geleden moeten geweest zijn. Ik trek het niet. Peter gaat het ook niet trekken. We balen wel heel erg. Maar ja. We gaan er wel wat moois van maken vandaag. Let's go. Zo, we kunnen uitchecken. Anders zit weer vast. En dan zeg ik goodbye. Dan gaan Gloria een berichtje sturen via DM. Nou, dan gaan wij in ieder geval veilig weg. In ieder geval nog even kijken of we in Touwvista een beer kunnen spotten. Onward. Bears are very active in this area. When traveling in the Tahoe Basin, slow down for bears or wildlife crossing the roadway. Waar zijn we? We zijn bij de Emerald Bay. Emerald Bay? Hoppa. Even buiten kijken hoe het hier is. Go check it out. Check dit jongens. Dit is Emerald Bay. Is toch sick? Alright, we zijn weer bij Lake Tahoe bij een visitor center. Weer iets nieuws. We gaan een visitor center bezoeken. Hey, ja, vast wel. Lekker. Kijk jongens, hier hebben we bijvoorbeeld een mooi visitor center. We hadden een andere goede wel kunnen trekken trouwens. Want? Ik weet niet of je de VPV doet. Ja, ah, we hebben nou dit. Dat is niet heel erg. Nee, sowieso niet. Het is druk. Ja. En klein. Wow. Het is inderdaad heel klein. Nou, wat is de status van het visitor center? Even een rondje gelopen. Ja, we hebben een rondje gelopen, ja. Maar ja, weer samen 70 euro armer. Maar goed, we zijn in Lake Tahoe. Let's check it out. Nou, we zijn weer op een mooi plekje. Mooi man. Dus een springfles. Maar ja. Zo, we zijn weer op een bruggetje aangekomen. Oh ja. Kraak. Tuurlijk. Maak je ook weer. Ja, tuurlijk jongen, waar niet? Mensen, het is hier echt super druk. We hebben hier. Zo, we zijn weer bij een dam aangekomen. Oh ja, vissen, ja. We hebben weer een beer gevonden, jongens. We zijn in een soort tour terechtgekomen of zo. Looking on their sides, they're like a fan. They're using their tails as a fan to sort of flush out all of that sand. Leuk, een verhaal over vissen. Nog net geïnteresseerd. Onze Freek vonk met dennenappels. Freekappel. Hoe groot? Heel groot. Groot. Moet je kijken. Oh. Zo, even een willekeurige tussenstop. Nou, willekeurig. Dus prachtig. Keurig. Keurige tussenstop, ja man. Dit is fantastisch. Bloed. Oh, een korte naplaspauze wilde ik net zeggen. Let's go. Zo, we zijn bij iets aangekomen met een mooi uitzicht. Ja, ik denk sowieso dat het verlaten is. Je moet hier $5 betalen om te parkeren. Hebben we niet gedaan. Kijk eens, joh. Mooi. Nou, leuk. Maar ik wil jullie wat laten zien.
kijk, hierboven, tenminste, eerst even het uitzicht, hè. Maar hier zo heb je dus een trap. We zijn een bear resort, by the way. Hierboven heb je dus een trap. Of in ieder geval wat er van over is. En dit is redelijk afgebrand, denk ik. Dit doet het niet meer. Holy shit. Nog steeds onderweg naar onze Airbnb. Maar we hebben nog een mooie viewpoint gevonden. En vele anderen met ons. Twee, oké, okay, boeien. Mooi hoor. We hebben weer een mooie omgeving. Zeker. Maak even een snap of zo. Ja, precies. Ja, kijk, mooi is hier. Ja. Hij doet het dus nog steeds niet, helaas. Maar ja. Maar wel mooi. Daar is het. Ja, dat is een. Wojo, de trein, jongens. Oh mijn god. Waar parkeren we eigenlijk? Nee. Maar dit is het. Oh, vet. Ja, ik moet even een keer. Ja, gelijk. Ja. Even een achter. Hotel Jeffrey. Ja, super leuk. Nou, dan gaan we er hier maar op, hè. Ja. Lekker voor de deur staan. Alsjeblieft niet de bumper meenemen. Ja, daar was ik heel even bang voor. Kijk. Van een vlag wil, dan kun je hier. Ja, ik zal het al, ja. Hoppa. En dan zelfs kerstverlichting, dat heb ik leuk. Echt? Oh mijn god. Zo, we zijn er. Ik ga gelijk even kijken alleen als eerste hoor. Ja. Vacation station, hoppa. Ja, sorry, mijn naam gaat zo dicht. Geen zorgen. Alright, dit is geniaal. Genius dit, jongen. Hé, hey, maar wacht, kunnen we naar boven in onze coupé dan, joh? Sick. Alright, kijk. Gast, er is zelfs een museum. Hier naar boven. We gaan gewoon lekker verder boven. Oh zo, ja. Oh my god. Het zijn meerdere huisjes. Dit is die van ons dan. Oké, okay, de code is... 2. Yes. Mater. Murd. En dit is super groot. Ja, we hadden even een rookgeurtje. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, wel super sick al. Oké, okay. Dit is ons keukentje. We hebben zoals airco. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, hier gaan we sowieso wel even chillen. Ik kan met mijn iPhone doen. Dan maak ik hem even wide angle. Maar ik loop eerst even rond. Nou, dit is een gasfornuisje. Klein keukentje. Ja, gaan we even naar boven. Oh mijn god. Spanje. Super sick. En dit is de badkamer. Die is ook gewoon prima. Ik heb zelden een buitenlamp als douchekop gehad, maar een leeslampje. Het is net een leeslampje. Ja, ik ook wel. Ah, ja. Ja, hier kom je ook gewoon buiten uit. Dan sta je aan de achterkant. Dan sta je opeens hier. Met een Amerikaanse vlag. En dan ben je weer terug. Geniaal. Maar dit hier kun je knippen. Oh, niet hier op. Ik wil net op die plant klimmen. Jammer hoor. Heel sick. Ja, dit is wel heel jammer. Maar oké. Okay. Zo, wat gaan we doen? We gaan weer even lekker eten. Ja. Het is 34 minuten rijden. Gelukkig niet heel ver. Nee, toch wel weer kut. Maar ja, er is hier niks. Dit is heel dorp. We slapen in ieder geval in de trein, dus dat scheelt. We gaan nu een stukje rijden en dan hopen dat we... in ieder geval wat lekkers kunnen eten en even een colaatje kunnen drinken daar. Let's go. Wat is er? Ah, ik moet kijken jongens. Kan ik hier een lepel mee de deur kunnen openen? Ja, heel normaal. Oh, daar gewoon je aan de muizen in de hand. Ja. Ook leuk. Laap shit. Nou, welcome to Vacation Station. Wij gaan in ieder geval weer rijden. Alright, we zitten bij de Lucky Buck Café. En we gaan eten. Alright, lekker colaatje en een iced tea. Here we go. Oh, kijk eens. Eten. Kippetje. Eet smakelijk.
Als ik dood ga vandaag, jongens, dan weet ik waarom. You guys have a good day.